workshops gaan over Bring Your Own Device en apps. Het gaat er eigenlijk om dat leerlingen na school hun eigen device, dus mobiele telefoon of misschien zelfs tablet als ze die hebben, of laptop mee kunnen nemen. En ik leer de docenten wat ze daar dan allemaal mee in de les kunnen doen. Want ze hebben toch vaak al die tablets of die mobiele telefoons, dus daar kun je iets, wat kun je daar dan mee doen? Nou, normaal zijn de mobieltjes hier in de scholen eigenlijk verboden. Maar ik laat ze dus zien dat je eigenlijk met gratis middelen bijvoorbeeld toetsen kunt afnemen, zodat je niet meer schriftje na schriftje na schriftje hoeft na te kijken. Of bijvoorbeeld een instructiefilmpje kunt maken, dat ze ook allemaal gratis kunnen. Dus we zijn bezig met het zoeken naar apps die je dan weer gratis kunt toepassen in de klas. En apps, dat zijn zeg maar bestanden die je kunt gebruiken door gewoon op jouw mobieltje te downloaden. Maar je benoemt gratis, dus kost niks. Nee, kost niks. We hebben een platform, dat hebben we in Nederland gemaakt, dat heet EduApp. En daar staan al die apps verzameld op. Dus het enige wat ze hier doen, is ze maken een aan en zetten in hun account dat ze op Curaçao werken. Ja. In dat account kunnen ze ook elkaar dan allemaal weer zien. Dus er ontstaat eigenlijk een soort mini-community van mensen die hier bij de workshops zijn geweest. Daar vinden ze al die apps staan. En meestal zijn ook die apps, je kunt ze downloaden, maar het zijn ook websites. Dus op ieder apparaat waar je maar op internet mee kunt, kun je ze gebruiken. En al die apps die staan dan verzameld onder elkaar. En dan gaan ze hier ontdekken welke voor hen het beste past in hun les. Je noemde al toetsen, kun je erop afspelen, je kunt instructiefilms. Wat zijn er nog meer mogelijkheden? Bijvoorbeeld tags hangen aan foto's, zodat je een fotoverslag maakt van iets wat je hebt geleerd. En daar dan tags aan hangt. Of bijvoorbeeld het inspreken van, je maakt een eigen audiobestand. Bijvoorbeeld voor een vreemde taal, of juist om je Nederlands te oefenen. Of je kunt het zo gek niet verzinnen, of het lukt wel. De meeste docenten zeggen van laat je mobieltje thuis, maar jij zegt neem het mee. Neem het mee, gebruik het en gebruik het ook goed. Dus denk eerst heel goed na van wat wil ik er dan mee doen. En ga voor jezelf ontdekken, begin eerst eens bij één appje. Ga eerst eens kijken wat je daarmee kunt. Ja. En als je die dan hebt gedaan, dan denk je, oké, nou dit gaat goed. Nu ga ik de volgende doen. Maak het jezelf niet te moeilijk. Want beginnen bij het begin is gewoon het beste. Gewoon eenvoudig. En is er veel interesse voor de workshops? Ja, aan het begin was iedereen een beetje huiverig, want bring your own device en apps, dat klinkt natuurlijk nogal moeilijk. Maar gisteren merkte ik dat er mensen bij zaten en die zeiden van ja, dit kon eigenlijk voor iedere docent wel interessant zijn. Dus ik ga iedereen oproepen om te komen. Dus